Annemarie neemt zo het woord, maar we starten eerst met elkaar om te kijken naar een filmpje. Als je thuis iemand wil laten logeren, of wat dan ook, pannenkoeken wil bakken op je woning, in hoeverre mag je doen wat je wil eigenlijk? En wie bepaalt dat? Ik denk dat wij moeten doen is ophouden om weer op de weg te zetten en te laten zien van wat is nou eigenlijk onze droom. En gewoon gaan realiseren dat die droom werkelijkheid wordt. De verpleeghuiszorg in Nederland is heel goed, maar we krijgen signalen van mensen die in verpleeghuizen wonen dat ze meer aandacht willen, meer liefdevolle zorg. Daar komen we onvoldoende aan toe. Waarom de beweging nodig is, is omdat we de afgelopen 30 jaar met elkaar zoveel systemen hebben opgebouwd, dat het echte doel van zorg, namelijk medewerkers en cliënten die het hebben over wat is nou voor mij van belang om een mooie dag te hebben, bijna is verdwenen. En dat is dood en doodzonde. Radicale vernieuwing, die titel, roept heel veel vragen op. Voor mij betekent het dat we steeds teruggaan naar waar gaat het over. En wat ik ook wel degelijk radicaal aan vind, is dat als je vervolgens daarmee aan de slag gaat, dan blijkt het voor iedereen in de organisatie, in elk organisatieonderdeel, iets te vragen. Dus het vraagt iets van de medewerker, het vraagt ook iets van de bewoner, van de familie, van de direct betrokken medewerker, van de ondersteunende diensten, van de leidinggevende, van het bestuur, de hele besturingsfilosofie. Het raakt aan alles. Dus je moet dus ook bereid zijn om alles ter discussie te stellen. Er zijn meer dan 52 organisaties inmiddels aangesloten bij deze beweging. En het is niet concreet iets. Het is een gezamenlijke zoektocht naar wat is nou het goede om te doen voor de mensen om wie het gaat. Het is ook een onderwerp waar je heel goed van elkaar in kan leren. Dat merk ik ook al afgelopen jaar, dat er organisaties zijn die slimme dingetjes bedenken om daarmee om te gaan. En het hoeft er maar één te bedenken, dan hebben 10 er profijt van. Ik noem het altijd zaadjes planten. De neus dezelfde kant op is zaadjes planten, water geven, die kiempjes laten zien, delen met elkaar en laten zien hoe mooi het is wat we doen. Dat je echt ziet dat het verschil maakt. Dat ik zie dat mijn medewerkers met trots hun werk doen, dat ze echt het verschil aan het maken zijn en dat zit vaak in hele kleine dingen. Een glaasje wijn 's avonds bij het eten, je kleinkind laten slapen, dingen die vroeger niet konden, want dan zei het systeem nee. En nu zeggen we als dat voor u van belang is, dan doen we dat. Wat ik belangrijk vind in de zorg is aandacht. Aandacht voor mijn moeder, mensen die tijd voor haar hebben, mensen die haar zien. Dus niet als iemand die hier maar woont, maar Rievenzaal, want zo wil ze ook genoemd worden. Rievenzaal, dit is Rievenzaal en dit vindt Rievenzaal belangrijk. En als men dat weet en daar rekening mee kan houden, dat vind ik belangrijk. Wat wil je als je niet zoveel tijd meer hebt? Dan wil je het leuk hebben. Dan wil je de dingen waar je nog wat mee kunt en de tijd die je nog hebt, wil je voor leuke dingen besteden. Bij mijn moeder thuis kwam de EVV'er kennis maken met mijn moeder en met mij om te kijken hoe ze woonde. Dus een beetje sfeer proeven, maar ook van de gewoontes van mijn moeder, normale dagelijkse dingen, hoe ze dat deed. En kennis te maken in de eigen omgeving voordat ze hier kwam wonen. En dat vind ik heel waardevol, want zo zie je hoe iemand was. En zo zie je ook dat zoals mijn moeder hier woont, zo woonde ze toen ook. En zo thuis voelt ze zich ook. Wat goede zorg is voor iemand, is natuurlijk voor iedereen verschillend. Wat mij betreft is er niet een ideaal plaatje wat voor iedereen er hetzelfde uitziet. Wat mij betreft is het ideaal plaatje dat we in elke individuele relatie zo goed mogelijk aansluiten bij waar iemand behoefte aan heeft. Wat mijn moeder mee heeft kunnen nemen is haar eigen regie. Zoveel mogelijk zelf aan kunnen geven van hoe ze de dingen wil hebben op een dag. Dus als ik opsta, dan wil ik eerst gedoucht worden en dan pas eten of andersom. Dat ze dat nog zelf kan beslissen. We zijn met een heleboel organisaties, meer dan 50, en niemand doet het hetzelfde. En dat is juist zo mooi, want de Achterhoek is de Bollestreek niet en Limburg is anders dan Groningen. En dat mag ook. Maar de essentie is hetzelfde. En dat is zorgen dat je doet wat voor die ander van betekenis is, zodat je toch jezelf mag zijn. Dus er is niet één manier, er zijn duizend manieren, maar de rode draad is steeds kijken naar hoe ontstaat goede zorg. En die ontstaat altijd tussen in de driehoek van cliënt, familie en medewerker. Daar moet je ruimte geven. Nou, super. Dankjewel. Ik ga voor Annemarie de presentatie openzetten. Annemarie, heel veel plezier met jouw sessie. Succes.
En als er vragen zijn vanuit de deelnemers, zet ze in de chat. Dan kan Annemarie daar aan het eind van de presentatie op terugkomen. En indien je dat wenst, zou je zelf ook met beeld en geluid persoonlijk nog je vragen aan Annemarie kunnen stellen. Dankjewel, Milena. We wachten even tot Milena de PowerPoint heeft opgestart. Welkom allemaal. Ik begin alvast met me voor te stellen. Ik ben Annemarie de Brabander. En ik werk als fysiotherapeut bij Topaas. Dat is een zorginstelling in Leiden. Het heeft 8 verpleeghuizen en 1 revalidatiehotel. En ik ben eigenlijk meer dan 10 jaar geleden begonnen als stagiaire fysiotherapie. En daarna ben ik er gaan waarnemen. En als laatste kwam ik er eigenlijk gewoon werken. En ik dacht, fysiotherapie vind ik onwijs leuk om te doen. Ik revalideerde vooral mensen met een hersenbloeding. Maar ik dacht, ik wil eigenlijk ook nog wel de zorg verbeteren. Dus hoe kan ik dat doen? Ik dacht, ik wil graag onderzoeker worden. En Topaas bood mij de mogelijkheid om een Master Evidence-Based Practice te doen. Dat is een onderzoeksmaster waarin je leert wat voor soorten onderzoek zijn er nou? Voor wat zou je kiezen? Waar bestaat een onderzoek uit? Wat zijn de valkuilen? Hoe kan je dingen berekenen? Het is best wel een brede master heb ik gedaan. En toen was ik eigenlijk klaar. En toen dacht ik, ik wil. Toen kwam eigenlijk het project van regels en relaties voorbij. En of ik daar onderzoeker van wilde worden. En zo ben ik eigenlijk gestart als onderzoeker bij Topaas. Nu, 3,5 jaar verder, ben ik begonnen als onderzoeker persoonsgerichte zorg verbeteren bij bewoners met dementie. En ben ik ook nog coördinator onderzoek en innovatie bij Topaas. Ik heb vroeg op de markt gewerkt en volgens mij ben ik van alle markten thuis en nog steeds eigenlijk wel. Je mag naar de volgende sheet, Milena. En eigenlijk toen ik begon als onderzoeker, toen hadden we een soort van project start-up. Eerste dag dat ik daar kwam, dacht ik, jeetje, weet je, ik ben maar fysiotherapeut en ik kom hier en ik ga in overleg met een bestuurder, met managers, en met allemaal verschillende mensen waarvan ik ooit wel de naam heb gehoord. Maar ja, wat moet ik nou eigenlijk zeggen? Hoe ga ik dit aanpakken? En er was een opdracht bij, dus dat je iets moest meenemen wat voor jou symbool stond voor jouw bijdrage in het project van regels naar relatie. En ik nam eigenlijk een paar werkhandschoenen mee. Ik had dat weekend heel hard gewerkt om een heg uit de tuin te halen en een nieuwe heg te plaatsen. En ik had heel hard gewerkt en ik ben ook iemand die denkt, we gaan aan de gang en we gaan het doen. En handen eronder. En zo kan je best wel wat bereiken. Dus ja, ik nam die werkhandschoenen mee naar die sessie toe. En eigenlijk dacht ik, ik ga hier alle antwoorden krijgen hoe ik nou mijn onderzoek moet gaan opzetten. En die antwoorden kwamen eigenlijk niet. Want we gaan gaandeweg gaan we kijken wat er op ons pad komt. En daaraan gaan we dingen aanpassen. En gaan we kijken hoe de situatie eruit ziet. En gaan we met elkaar overleggen hoe we dan de dingen kunnen aanpakken. En ik dacht, ja, ik heb net een paar jaar een master gedaan. En daar hebben we het over interventies en dingen. Dus ik wil dat hele onderzoeksschema klaarmaken. Hoe ik dat moet gaan doen voor de komende 3 jaar. En dat zat ook wel een beetje in mijn aard. En ik dacht, ja, plannen en dan gaan we aan de slag. Maar zo werkte het dus niet, want het werd een dynamische beweging, noemden wij het altijd. Wat op ons pad komt, pakken we aan. En het onderzoek is daar niet leidend in, maar is volgend daarin. Dus ja, wat moest ik nou gaan verzinnen qua onderzoek? Mijn adviseur Wilco Achterberg, die zat hier rechts op het plaatje. Die en ik zijn gaan kijken en toen dachten we, nou, we moeten iets wat inderdaad flexibel is. Dus vandaar dynamisch. En we beginnen met een actieonderzoek, omdat dat een hele flexibele vorm van onderzoek is. En dan doen we ook een tevredenheidsonderzoek bij bewoners naast medewerkers en vrijwilligers. Omdat we toch willen weten of de tevredenheid omhoog gaat. En mochten nou alle regels worden afgeschaft bij Topaas, dan willen we ook nog eens even kijken of dan
ja, omdat er misschien meer ja, valincidenten komen of andere dingen. Dus dat gaan we ook nog in de gaten houden. En als laatste dachten we, ja, ja, er valt natuurlijk zoveel te onderzoeken in van regels naar relaties, zoveel onderwerpen. Laten we ook nog een vierde lijn doen. En dat is eigenlijk onderzoek van verschillende, ja, verschillende onderwerpen door verschillende medewerkers. Die dan nog verdiepende en verbredende onderzoeken kunnen doen. En zo werd het eigenlijk best wel een breed onderzoek wat ik ben gestart. Waarvan ik de eerste drie lijnen heb gedaan in 3 jaar. Milena, je mag naar de volgende toe. En ja, zoals je al in het filmpje zag, ja, dacht Topaas, die regels, dat vinden we minder belangrijk. Het gaat om de driehoek van relaties. En dat is dus de bewoner, de naaste, de medewerker en de vrijwilliger ook wel. Want die speelt ook een hele belangrijke rol. Dus eigenlijk in die driehoek van de naaste, bewoner en medewerker, daar moeten we... Daar willen we eigenlijk dingen in verbeteren. Dus zo zijn we eigenlijk, hebben we daar meer de focus op gelegd in al het onderzoek. Mag je door naar de volgende, Milena? En omdat ik zo'n breed onderzoek heb gedaan, dacht ik, ja, hoe ga ik nou deze presentatie geven? Want ik heb zo'n bakken aan data, ik heb zoveel inzichten, zoveel dingen gezien. Ik denk, hoe ga ik dit nou ooit in 1 uurtje doen? Dat ga ik nooit lukken. En dat zou ook heel zonde zijn, want dan ja, sla ik alles heel klein en dan probeer ik zoveel mogelijk te delen in 1 uur. Maar ja, zo werkt het eigenlijk niet. Dus ik dacht, ik ga aan de hand van een aantal uitspraken van mezelf, ga ik dus deze presentatie geven. En dan probeer ik vanuit elk onderzoekslijn probeer ik iets te vertellen. En het eerste is eigenlijk het actieonderzoek wat ik heb gedaan. Ja, wat er uitkomt is eigenlijk de relaties tussen bewoner, naaste, medewerker en vrijwilliger begint met jezelf kennen. Een bewoner leren kennen begint bij nieuwsgierigheid en openhouding en vragen naar de verlangens van een bewoner. Daarnaast de naasten leren kennen en betrekken zorgt voor een verdieping van de relaties. Zorg inrichten naar wensen en behoeftes van een bewoner zorgt voor een verandering door heel de organisatie. Mag je daar dan de volgende, Milena? En actieonderzoek is eigenlijk een vorm van onderzoek doen dat heel flexibel is. Er is een vraag in de praktijk en daarmee ga je aan de slag. En dat kan je dus ook doen met allemaal mensen uit de praktijk. Het is heel flexibel. Je kan het op het moment aanpassen. Je kan allemaal verschillende onderzoeksmethodes gebruiken. Je kan vragenlijst doen. Je kan onderzoeken. Je kan interviews doen. Observaties. Alles wat je denkt dat je dat op het moment nodig hebt. Of een dossieronderzoek. En we hebben dus 4 thema's onderzocht in het actieonderzoek. Eentje daarvan is, ja, hoe leer je nou eigenlijk die bewoner kennen? Want daar begint het eigenlijk wel. En ja, als je dan die bewoner kent, hoe je dat eigenlijk met contact met de naasten. En die vrijwilliger, die speelt toch vaak zo'n grote rol. En hoe betrek je die er eigenlijk bij? En als laatste, als we nou gaan vragen naar allemaal wensen en behoeftes, hoe gaan we dan eigenlijk die zorg dan inrichten? Dus zo bestonden er eigenlijk 4 thema's die uit eerder onderzoeken kwamen, maar ook uit het onderzoek waar we mee zijn gestart. Mag je door naar de volgende? En eromheen waren we ook benieuwd, ja, dat onderzoek, ja, we willen eigenlijk zicht krijgen op wat we nou doen en wat voor effect het nou heeft. Ik heb ook nog een actieonderzoek gedaan naar, wat voor effecten komen er nou precies uit? En dat is best wel moeilijk. Dus we hebben gekeken naar, we willen eigenlijk een verandering bewerkstelligen, waarin we dus eigenlijk de bewoner voorop zetten en daarop de zorg proberen in te richten. En daarbij dus de naaste betrekken en die vrijwilliger ook erbij betrekken. En nou, de meest passende vorm van actieonderzoek is dan eigenlijk kritisch actieonderzoek. En dat is een onderzoek van Chemis. En daarbij hou je de niveaus van verandering in de gaten. Eerst hoor je mensen er eerst anders over praten en denken. En daarna gaan mensen dingen anders doen. En als mensen dingen anders gaan doen, dan gaan ze... Ja, dan komen ze tegen belemmeringen op of dilemma's. Zoals, stel je voor in gesprekken met
in gesprekken kwam eigenlijk erachter dat bijvoorbeeld het eten, dat het niet zo'n fijne tijd was om 12:30 om dan de lunch op te gaan doen. Als je dat dan met elkaar wil veranderen, omdat het eigenlijk beter uitkwam voor de bewoner, want ja, het zat misschien een beetje te vroeg eigenlijk op het ontbijt, dan wil je die etenstijd gaan veranderen, maar dan moet je gaan overleggen met de kok. Of moet je het apparaat anders in gaan stellen, of je moet met de hoofdvoeding gaan overleggen, of er moeten systemen worden aangepast om dat voor elkaar te krijgen. Dus dan moet je gaan overleggen met de sociale contacten daarin en de systemen. En als je dat dan doet, kom je in niveau 3. Dan ga je eigenlijk die barrières of belemmeringen of die dilemma's met elkaar bespreken en ga je ervoor zorgen dat de dingen die je wil bereiken, dat het ook gaat lukken. En soms dan kom je erachter, nou, hebben we iets aangepast? Die bewoner verandert ook. De werkwijze verandert soms. Of de wensen en behoeftes veranderen. Dat je het dan een tijdje weer moet aanpassen. Dus zo heb ik door een soort van bril van niveaus van veranderingen naar de beweging gekeken bij Topaz. En voor de rest heb ik in de gaten gehouden, wat zie ik nou eigenlijk gebeuren? Wat voor resultaten zie ik? Welke acties zie ik? Waarom lukken sommige dingen wel? Waarom lukken sommige niet? Door naar de volgende. En wat we eigenlijk hebben geleerd is wel dat het begint eigenlijk bij jezelf leren kennen. Wat voor medewerker ben jij? Welke waarden en normen heb je? Welke patronen? Welke wensen en behoeften heb jij? Waarom reageer je soms op een bewoner zoals je reageert? Als je jezelf wat beter kent, kan je ook soms wat beter kijken naar de bewoner. Dus het begint bij jezelf eigenlijk. Door naar de volgende. En hoe kan je dan als medewerker die bewoner beter leren kennen? Wat is daar nou eigenlijk voor nodig? Een nieuwsgierige en open houding. Dat je de bewoners observeert. Hè? Dat je eens kijkt van, wat zie ik nou eigenlijk gebeuren? In alle haast en hectiek van de zorg, ga je er soms wel eens aan voorbij. En sta je soms niet stil. Terwijl je soms door te kijken, zie je eigenlijk veel meer. En dan zegt de bewoner misschien wel iets. Ja, maar ga maar door hoor, naar de volgende toe. En dan denk je, nou, volgens mij, ik zie iets. Dus ik denk, nou, volgens mij nog niet. Gaat het eigenlijk wel goed met u? Het is ook belangrijk om goed te observeren hoe het met de bewoner gaat. En als je erachter wil komen hoe het met de bewoner gaat en er echt wat dieper op ingaan, dan heb je echt de tijd nodig om rustig iemand te leren kennen. Dus als je met je hoofd de deur al uitstaat en je denkt, ja, kan ik nog wat voor u betekenen? Of hoe gaat het eigenlijk met u? Dan heeft de bewoner ook zoiets van, ja, maar je moet door. Dus ja, het gaat goed hoor, ga maar. Het is echt belangrijk om echt, als je iemand wil leren kennen, om pak een kopje koffie bij. Ga bij de bewoner zitten en ga een overleg. Maar ook de momenten dat je er eigenlijk al bent, dat je iemand helpt. En die momenten zo goed mogelijk gebruik maken door daar eigenlijk in alle aandacht zijn. En met de observatie en dus te vragen hoe het met die bewoner gaat. Dat heb je echt nodig, de tijd nemen. Ja. Soms is het ook nodig om je professionele afstand om daar gebruik van te maken. Omdat er zijn opleidingen waarbij je leert, je moet een professionele afstand houden. Dus iemand bij een voornaam noemen. Dat mag niet, of iets over jezelf vertellen, dat mag niet, want je moet op afstand blijven. En we merkten dat best wel wat medewerkers er ook dachten van, ja, maar dat hebben we eigenlijk zo nooit gedaan. En dat het een beetje wennen was. Zoals op een familieavond gaven de bewoners aan dat een aantal zei van, ik wil eigenlijk liever bij mijn voornaam worden genoemd, want dat vind ik gewoon prettiger. En dat was eigenlijk wel wennen voor medewerkers. Maar de bewoners gaven ook aan, ik ben hier eigenlijk in mijn eigen huis. Ik vind het fijn om gewoon bij mijn voornaam genoemd te worden. Dat vroeg eigenlijk ook dat er dan, wie noemen we dan wel met de voornaam en wie dan met de achternaam, hoe gaan we dat doen? Hebben ze bijvoorbeeld de bordjes bij de deuren hebben ze aangepast met de voornaam, zodat je dan precies wist,
bij deze persoon noemen we hem bij de voornaam, bij deze persoon bij de achternaam. En als je iemand kent al langer, hè, en als je dat van iemand weet, dan doe je dat automatisch al. Maar soms kunnen ook nog wel, hè, de systemen kunnen je ondersteunen. Dus net zoals die naambordjes bij de deuren, kunnen je een geheugensteuntje geven. Iemand beter leren kennen en blijven kennen. Je kent iemand, maar een mens verandert altijd. Dus het is belangrijk om niet te denken, we doen altijd hetzelfde. We geven altijd meneer Pieters een boterham met pindakaas, want hij zegt altijd pindakaas. Maar ja, er zitten soms ook dagen bij dat meneer Pieters zegt, ik wil toch liever vandaag kaas hebben. Dus het is wel belangrijk dat je blijft vragen wat iemand wil hebben, of zodat je blijft aansluiten. Ja, wat ik net ook fijn aan het maken, gebruik van alle momenten met de bewoners. Zodat je op het moment dat je toch eventjes toch iemand helpt, of even je hoofd om de deur heen laat zien, dat je dan toch in alle aandacht er bent, is wel heel belangrijk. Om die bewoner beter te leren kennen, vaak weet je heel veel informatie van de bewoner. Welke kamernummer heeft hij? Welke naam heeft hij? Hoeveel kinderen heeft hij? Wat voor diagnoses heeft iemand? Waarom woont iemand eigenlijk in het verpleeghuis? Maar vaak is het moeilijker om achter narratieve informatie te komen. En narratieve informatie is eigenlijk een soort van verhalen die je vraagt iemand. Je stelt een open vraag, bijvoorbeeld: wat is belangrijk voor u? Wie wilt u zijn? Dus open vragen waarbij je dus vraagt: wie is bijvoorbeeld belangrijk voor u? Zodat je iemand beter leert kennen, dat je naar verlangens meer vraagt. En dat je daar meer rekening mee kan houden. Waar wordt u blij van? Dat soort open vragen en daar narratieve informatie. Dat kan echt wel een verschil maken. Want daardoor kan je dus ook meer geluksmomenten aan iemand geven. Door in te spelen of iemand nou blij maakt. Maar het vraagt ook wel een relatie. Want als ik zomaar aan jullie vraag, waar word je gelukkig van? Dan kan het ook een beetje afschrikken, want je denkt, hoe goed ken ik jou nou? Een eerste relatie opbouwen en dit soort vragen stellen, is een relatie echt heel belangrijk. Ja. En zo'n relatie kan zich eigenlijk nog verdiepen door wederkerigheid. Wederkerigheid is dat je gelijkwaardige relatie hebt door dus dingen terug te geven. Dus stel je voor, een bewoner, die is best wel afhankelijk en die leeft helemaal met je mee als je in de zorg werkt. Ze hebben het al zo druk. Dus wil je een chocolaatje van me hebben? Want ik wil eigenlijk ook wat terug voor je doen. Dus het is goed om dat soort dingen bijvoorbeeld wel te accepteren of iets te vertellen over jezelf. Dat bewoners daarop in kunnen gaan, of dat ze eens een keer advies kunnen geven. Omdat ze leven eigenlijk zo met je mee, dat ze ook iets voor jou willen betekenen. En ze willen graag iets terug doen. En als je dat toelaat, dan verdiepen de relaties zich nog meer. En zo was er ook een bewoner waarvan haar man overleed. En ze had dus twee medewerkers waarbij ze echt haar verdriet kwijt kon. En waarbij de relatie eigenlijk zo gelijkwaardig, wat meer gelijkwaardig was geworden, dat ze die echt als belangrijke personen zag om eigenlijk die moeilijke dagen en weken en jaren door te komen na het verlies van haar man. Volgende, Milena. Maar het is ook goed om te kijken wat er bij die bewoner past. Dus misschien zegt de bewoner, ik woon hier in het verpleeghuis, maar ik heb onwijs behoefte aan privacy. Dus ik hoef eigenlijk niet jou mijn verhaal te doen, want dit soort dingen te delen. Omdat ik heb nog heel veel vrienden of familie waarmee ik dat deel. Dus voor mij hoeft dat niet zo. Dus je moet altijd proberen of zo goed mogelijk aan te sluiten ook bij die bewoner. Volgende, Milena. En je kan eigenlijk veel meer horen nog over die bewoner, als dat mag, hè, van de bewoner, als hij dat prettig vindt, door de naaste om daar meer contact mee te zoeken. En daarvoor is het ook belangrijk dat je daar eerst contact mee maakt van, door op een laagdrempelige manier kennis te maken op een familieavond en dat ze weten dat ze je kunnen vinden. En vanuit daaraan,
vragen kunnen stellen over de bewoner om ons verhaal van de bewoner te kunnen aanvullen. En zo zag je bij ons best wel leuke dingen ontstaan op het moment dat we die naasten meer gingen betrekken. We hebben bijvoorbeeld familieavonden gedaan. En wat was nou de wens van de naasten? Eigenlijk willen we de medewerkers kennen, leren kennen. Dus dat willen we graag doen. Voor de rest maakt het soms niet zoveel uit, maar we willen graag die medewerkers leren kennen. En zo hebben we een familieavond gedaan. En daarna zag je dus dat er steeds meer initiatieven kwamen, ook van de familie. Dat zij bijvoorbeeld een familiebarbecue gingen houden. Waarbij zij dus de barbecue regelden en achter de barbecue stonden. En dat je dus een avond had met medewerkers, bewoners en naasten. Door naar de volgende. En de vrijwilliger, die kent vaak ook de bewoner heel goed, doordat hij bijvoorbeeld op een huiskamer werkt, of die brengt thee langs, of wat voor functie dan ook. Vaak hebben zij best wel een goede band met de bewoners. En zien zij de bewoner ook heel vaak. Die erbij betrekken, dat is wel belangrijk. Uit onderzoek is toch gebleken dat de vrijwilligers toch wel het idee hebben dat ze er niet helemaal bij horen. En dat ze ook een hele grote informatiebehoefte hebben om meer te weten over die bewoner. Door naar de volgende. Als je dus meer gaat vragen naar die wensen en behoeftes en die bewoner beter leert kennen en de naasten en ook die medewerkers en vrijwilligers, dan kom je er eigenlijk achter dat als je die wensen en behoeften gaat... daarnaar de zorg gaat inrichten, dan kom je eigenlijk achter dat het zoveel omhelst eigenlijk. Hoe gaan we dit nou eigenlijk doen? Wat voor kwaliteitssysteem hebben we bijvoorbeeld? Wat voor leiderschap vraagt dit nou van onze managers? We willen eigenlijk wat meer van onderaf aan zorgen dat de medewerkers zelf meer in de lead komen. Dat ze meer dingen kunnen gaan opzetten, dat ze meer voor de bewoner kunnen gaan betekenen. Dan vraagt het misschien ook wel ruimte geven van de managers. Die ondersteunende diensten, hoe pakken hun werk eigenlijk aan als we alles meer in de zorg meer inrichten naar die wensen en behoeftes? En we kwamen er ook achter dat sommige systemen helemaal niet zo goed meer aansloten. Dus een ECD, wat best wel ingewikkeld was. En wat normatieve informatie dus voorop zette en minder de narratieve informatie. Hoe geven we eigenlijk dan ook ons geld uit? Wat voor, als voeding meer belangrijker is, misschien moeten we dan meer geld uitgeven aan voeding. Dus het raakt eigenlijk aan alles. Aan alle locaties, aan de organisatie. Dus dat hebben we echt wel gezien in meer dan 3 jaar bericht van naar relaties. Even door naar de volgende. Ja, dus dit was het puntje van de ijsberg eigenlijk vanuit het actieonderzoek. Dus er is veel meer te vertellen met nog veel meer voorbeelden. Het tweede onderzoek is eigenlijk tevredenheidsonderzoek. En dat hadden we eerst een heel groot aandeel gegeven. Cijfers roepen veel vragen op. Aan de hand van deze cijfers het gesprek aangaan, levert veel meer antwoorden op. Samen vieren wat er goed gaat en hoe het beter kan zorgen voor verbetering van relaties, acties en resultaten. Als ik nu sheet 4 denk ik samen vieren wat er goed gaat. Dat is echt heel belangrijk, want medewerkers geven aan soms horen alleen maar wat er beter kan. Terwijl we het idee hebben dat we het al best wel goed doen. En horen hoe het beter gaat, het is belangrijker denk ik om het samen te doen. Hè? Dus horen hoort er niet helemaal thuis. Maar echt samen ervoor zorgen dat de dingen goed gevierd worden, maar ook verbeteringen doen. Ja. Door naar de volgende. Dus we hadden eerst het tevredenheidsonderzoek, hadden we een heel grote plek gegeven. En vervolgens zat ik met allemaal Excel-sheets, met allemaal cijfers en allemaal antwoorden. En ik dacht, wat gaan we hier nou mee doen? En wat zegt dat nou, dat iemand een 6 geeft voor het eten? Of waarom heeft iemand dit hier ingevuld? Het riep eigenlijk steeds meer vragen op. En ik dacht, het geeft een signaal, hè? Dus het is een soort van thermometer die je gebruikt, van goh, waar moeten we dingen verbeteren? Maar er riep eigenlijk steeds veel meer vragen op.
En op het moment dat, dat we in gesprek gingen met de bewoners en naasten en medewerkers en vrijwilligers, dan kregen die cijfers een verhaal en een beeld. En aan de hand daarvan konden we ook dingen beter verbeteren. En eigenlijk de bewoners gaven aan, we zijn eigenlijk heel tevreden. We wonen hier in Munnikewei, dat is het verpleeghuis waar we dit deden. En het is heel mooi in Noordwijkerhout en de sfeer is fijn. Het is fijn dat ik in mijn eigen dorp kan blijven wonen. Maar als je dan ging doorvragen, dan zeiden ze, als ik nog één ding zou mogen kiezen. Wat ik dan eigenlijk zou verbeteren, het is hier heel goed, hè. Maar de kers op de taart, dan zou het wel, je mag door naar de volgende. Ja, dan zouden we graag gewoon een jacuzzi willen hebben. Want dat, bewonersvakantie was ik ook in bad geweest. En dat vond ik eigenlijk onwijs fijn. Dus zo, door die wensen en behoeftes, gingen we dus ook dit soort dingen eigenlijk doen. Wat heel leuk was. Ja, dus hier zie je een aantal bewoners in de jacuzzi. Ja, volgende. Dus we gingen ook bijvoorbeeld met familieavonden in gesprek over tevredenheidsonderzoek. En dan konden we echt een beetje beter begrijpen waarom mensen dingen invulden. Dus vooral op de afdeling met PG-bewoners, dus mensen met dementie. Dan kwamen we erachter van, dan konden we veel meer die naaste vragen. Goh, hoe komt het nou dat u dat heeft ingevuld voor uw naaste die hier woont? Maar we merkten eigenlijk ook wel dat als op het moment dat we gingen vragen, dat families ook wel aangaven van we willen eigenlijk dit en dit. We wilden meer activiteiten op de huiskamer. Dat ze ook veel meer gingen verwachten eigenlijk. Dat ze steeds wat kritischer werden. Dus die cijfers bijvoorbeeld van het tevredenheidsonderzoek gingen wel iets weer omlaag. En daarna gingen ze weer iets omhoog. Eigenlijk omdat mensen dachten, ik heb toch nu aangegeven wat ik zou willen verbeteren. Dus dat was ook wel, dat was wel lastig in het onderzoek, in de beweging. Dat mensen worden wel kritischer als je er meer naar gaat vragen. Maar het over uitleggen waarom het soms goed is om niet veel activiteiten te doen op een huiskamer. Omdat het anders te veel prikkels geeft, levert ook weer een goed gesprek op. Ja. Mag je naar de volgende toe? Ja, en met medewerkers gingen we dus ook in overleg. Wat komt hier nou uit? Wat zegt dit nou? Als er iets over communicatie uitkomt, wat betekent dat dan? Wat bedoelen jullie hiermee? Wat zouden we dan moeten verbeteren? Dus echt elke keer het gesprek aan over stukjes onderzoek leverde op dat er acties kwamen. Maar ook wel resultaten en voor reflectie. Dus dat was een heel mooie vorm van onderzoek. Doordat we het tevredenheidsonderzoek zo deden. We deden het online of via een vragenlijst en later nog een bijeenkomst te organiseren, zorgde echt voor een verdieping van de resultaten, maar ook dat we voor acties en resultaten. Door naar de volgende. Ja, en die vrijwilligers, we hebben echt 200 vrijwilligers bij Munnikewei en echt onwijs veel. En we zijn ook avonden, vrijwilligersavonden hebben georganiseerd. En ook echt om in de diepte ingaan over het vrijwilligersonderzoek. En daar kwam eigenlijk uit dat ze graag wat meer betrokken willen worden bij een bewoner of bij een afdeling. Omdat je soms niet hoort wat de veranderingen zijn. Of soms er ook wel eens achterkomt, meneer Pietersen is ziek. Of meneer Pietersen is overleden, terwijl je er een hele goede band mee hebt. Er is een hele grote informatiebehoefte bij vrijwilligers. En je kan natuurlijk zeggen, privacy, dus we gaan niks zeggen over een bewoner. Maar je kan ook het gesprek aangaan en denken, maar hoe gaan we dat dan wel zorgen dat de privacy gewaarborgd wordt. Maar ook dat die vrijwilliger meer op de hoogte is. Ja. Door naar de volgende. Relaties vooropstellen is het belangrijkste. Er lijken soms regels in de weg te zitten. Vaak zijn het geen regels, maar werkwijze, routines en oude regels. Omgang met de regels is belangrijker dan de regels zelf. Ik ga door naar de volgende. We hebben net gezegd, die regels, dat is niet het belangrijkste. We willen graag eerst kijken naar de mens en dan pas naar de regel. Maar waar ik gaandeweg achter kwam, is dat er niet echt regels die
echt in de weg stonden, maar het waren soms juist de routines of de werkwijzes die op een afdeling waren, of oude regels of afspraken die er onderling waren gemaakt. Dus in gesprek gaan over die regels zijn belangrijker en kijken welke mogelijkheden en oplossingen er zijn met bestaande regels, dat leefde eigenlijk al best wel veel ruimte op. Ja, net zoals we elke dag opschrijven in een map van een bewoner, geen bijzonderheden. Dat kost toch elke dag tijd, zou ik maar zeggen. Is het nou handig tijd om dat te gebruiken? Of schrijf je alleen maar op momenten dat er iets aan de hand is? Of iets leuks of iets niet leuks. Hè? Dus daarover in het gesprek ingaan, dat heeft ons wel veel opgeleverd. En zijn we ook anders met de regels omgegaan. En niet alleen maar meer knikkend. Oké, we gaan maar doen wat het is. Maar meer, maar waarom doen we dit nou eigenlijk? En hoe kunnen we toch, ondanks de regel, hier zo goed mee omgaan of dit probleem oplossen? En ik merkte ook bij Topaas breed dat er veel meer gesprekken werden gevoerd. Ook met zorgkantoren of financieel meer gesprekken werden gevoerd van hoe kunnen we ondanks de regels zo goed mogelijk hiermee omgaan? Of is het nou een logische regel dat we hier aan moeten voldoen? Ja, dus het gesprek wordt veel meer gevoerd. Ja. Door naar de volgende. Ja, dit zijn dus de 10 inzichten ga ik jullie delen uit het onderzoek. 10 inzichten die ik als onderzoeker heb opgedaan. En de eerste is eigenlijk wel, het begint eigenlijk met elkaar leren kennen. En je denkt eigenlijk wel dat je elkaar kent, hè? Maar eigenlijk, net zoals de bewoners geven toch aan en de naasten en de vrijwilligers, dat ze soms niet weten wie er nou op een afdeling staat. Wie er vandaag werkt en wie is. Dus het begint allemaal met elkaar leren kennen. De bewoner, de naaste, de medewerker en de vrijwilliger. Dat zorgt ervoor dat je elkaar beter leert vinden en meer samenwerking ontstaat. En eigenlijk wordt het steeds normaler als je het eigenlijk zo gaat doen. Dus dat is wel heel mooi. Maar ja, het draait eigenlijk om hetzelfde. Elk mens wil gezien en gehoord worden. Dat is het belangrijkste. Door naar de tweede. En dat gaat eigenlijk elkaar beter leren kennen. Dus daar zitten die narratieve vragen weer in. Door meer narratieve vragen te stellen, meer te vragen, te zien en te luisteren. Wat belangrijk is voor de ander, ga je eigenlijk meer aandacht schenken aan de wensen en behoeftes. En daar kom je eigenlijk achter door goed te luisteren. Dus het in een moment met aandacht en rust kunnen zijn is van belang. En wederkerigheid is belangrijk bij het verdiepen van de relaties, het aannemen van een ander en het delen van persoonlijke informatie. Gaan we naar 3 toe. 3 is medewerkers maken het verschil. Ja, een nieuwsgierige en vragende houding van medewerkers die begrijpen dat het hele leven telt. De manier waarop je werkt, meer persoonsgericht indelen. Dus in plaats van dat je denkt, ik moet nog de handdoeken bijvullen. Dan kan je een soort van taakgericht denken. Maar je kan ook denken, vandaag mevrouw Pieters heeft vandaag wat extra aandacht nodig. Want het is vandaag een verdrietige dag, want haar man is vorig jaar overleden. Dus zo de dag indelen naar mensen eigenlijk, naar de bewoners, dat is van belang. Dus die medewerkers doen dat en die maken het verschil er eigenlijk in. En zij hebben toch vaak, ze doen echt enorm belangrijk werk en de manier waarop is echt heel mooi. Dus het is ook goed om ze in het zonnetje te zetten en daarover het gesprek te hebben inderdaad en te vieren wat er goed gaat. Ja, gaan we door naar 4. 4 is eigenlijk onderzoeken van een situatie met elkaar. En dat doen we door de situatie te overzien en met elkaar reflecteren en stil met elkaar te staan. Het is echt belangrijk, zeker nu in deze drukte, dan zie je vaak dat allemaal overleggen eruit gaan. Soms is het toch wel goed om toch die overleggen door te laten gaan, maar misschien wat korter. Zodat je, soms ben je aan het dweilen met de kraan open en dan overzie je het allemaal niet. En dan blijf je maar doorgaan en heel hard werken. Terwijl het ook wel eens goed is om eventjes 5 minuten te overleggen van oké, wat hebben we nou vandaag gedaan? Wat moeten we nou vandaag nog doen? Hoe kunnen we afstemmen met anderen? Dus het is echt belangrijk om naar situaties te kijken. En vanuit daar zeg maar te kijken wat de vervolgstappen zijn.
Zeker in deze tijd. En dat zorgt eigenlijk ook voor een betere samenwerking onderling en een meer passende zorg of situatie. Gaan we door nummer 5. Ja, dat is eigenlijk het waarderen, koesteren en vieren wat er goed gaat. Dus er gaat enorm veel goed. Bewoners hebben het al heel erg naar hun zin in het verpleeghuis bij ons. En ze voelen zich thuis in het verpleeghuis. Die wensen en behoeftes bij de bewoners en daarop inspelen, dat zorgt eigenlijk voor de kersen op de taart. En hier ook weer, de medewerkers maken echt het verschil. En de medewerkers zijn vaak bescheiden en vinden hun werk, dat doen het normaalste zaak van de wereld. Het is goed om weer even stil te staan en te waarderen. Ja, gaan we door naar 6. Dat is eigenlijk samenkomen tot verbeteringen. Dus net als met onderzoek hebben we elke keer besproken, wat heb ik nou bijvoorbeeld gezien? Klopt dat beeld? En wat willen we ermee doen? En er waren vaak mensen die zeiden van, nou, ik wil dit wel gaan oppakken. Of ik vind dit wel interessant. Ik ga er verder mee aan de slag. En echt de mensen die de energie voelden, hebben de ruimte gegeven. En ook wel mensen gefaciliteerd van, wat heb je nou nodig om er bijvoorbeeld achter te komen wat nou die wensen en behoeftes van die bewoners zijn, of om een aspergeavond te organiseren, of er zijn best wel brede voorbeelden wat we hebben gedaan daarin eigenlijk. Dus zo kom je eigenlijk samen tot verbeteringen, hè? Dus dat medewerkers de energie voelen en die de ruimte krijgen om dingen te doen, en dat heeft tot hele mooie dingen geleid. Ja. 7 is organiseren vanuit de bedoeling. En daarin kwamen we erachter dat de dingen hoe we het nou eenmaal zo hebben geregeld, dat het soms niet helemaal logisch was vanuit het hele leven telt of vanuit regels naar relaties. En dat we erachter kwamen dat we ook soms de structuren of die systemen moesten aanpassen. Dus wat ik net vertelde na, bijvoorbeeld een inkoopsysteem van boodschappen, dat het heel log was en dat we hebben gekeken, hoe kan je dit nou verbeteren? Ja, dus in alles, in alle lagen van de organisatie, eigenlijk de bewoners centraal zetten. En nummer 8 is breed kijken naar persoonsgericht. Zoals bijvoorbeeld, hoe zorgen we ervoor dat de bewoner zich thuis voelt? Wat is er belangrijk voor de bewoner? En dan kom je er soms achter dat bijvoorbeeld een gang, zoals links, heel erg ziekenhuisachtig is, dat zeiden de bewoners. En dat juist het delen, juist zeg maar, met elkaar overleggen, hoe kunnen we dat nou verbeteren? En zo zien we de liften, die waren eerst volgens mij rood. En nu staat er de kerkop van Noordwijkerhout. En zo hebben alle medewerkers hebben dus de gangen versierd. Dus dat breed kijken naar persoonsgericht, dus dat gaat dus ook om een fysieke omgeving. En dus echt zo breed kijken naar persoonsgericht zorg is echt van belang. Gaan we door naar de volgende. Ja, als je denkt dat je het weet, graag het dan opnieuw. Dat is eigenlijk, we zijn op één verpleeghuis begonnen. En we dachten, we willen geen blauwdruk. Elke situatie is anders. Dus de situatie bekijken en kijken wat het nodig heeft. In overleg met elkaar dingen gaan verbeteren. Maar ook vooral koesteren wat er goed gaat, is belangrijk. Dan heb je iets veranderd. En dan moet je eigenlijk nog steeds kijken, werkt dit eigenlijk wel? Of is dit nou wat we wilden? Wat levert het nou op eigenlijk? En net zoals mensen kunnen veranderen, kunnen werkwijzes ook veranderen. Dus met elkaar toch continu in gesprek blijven. Hoe doen we nou met elkaar? Hoe hebben we het nou met elkaar georganiseerd? Is echt van belang. Dus niet denken, we hebben het allemaal gedaan. Dit was het eigenlijk wel. Dus het vraagt elke dag wat van je. Ja. En nummer 10. Ja, 10 redenen om actieonderzoek te doen in het verpleeghuis. Ik had eigenlijk geen 10. En ik dacht, ik heb de afgelopen 3 jaar dat actieonderzoek gedaan. En dat was echt zo'n mooie vorm van onderzoek, waarbij je echt de onderzoeksvraag vanuit de praktijk krijgt. Dat je met degene waar het om gaat in gesprek gaat. Het is flexibel. Je kan alle onderzoeksmethoden gebruiken. Bij ons deden er dus bewoners mee, naasten, medewerkers en vrijwilligers.
En je bespreekt met elkaar wat de belemmeringen zijn. En dan zoek je passende oplossingen voor. Zelfs dat de kok heeft voor ons bijvoorbeeld interviews gedaan over het eten. Het was echt heel breed onderzoek waarbij ook de medewerkers deelonderzoek konden doen. En dat was eigenlijk wel het hele mooie dat ik niet alleen als onderzoeker aan de slag was, maar dat er eigenlijk allemaal medeonderzoekers waren. En deze vorm van onderzoek zorgt eigenlijk voor bewustwording en reflectie. Dus de praktijk wordt verbeterd van binnenuit. En het is enorm leuk. Ja, ik heb er ook echt heel veel van geleerd. En anderen met mij ook. Ja. Gaan we door naar de volgende. Volgens mij is dat al de laatste, denk ik. Ja, ik denk het belangrijkste is dat je nieuwsgierig blijft en dat je met elkaar in gesprek blijft. En zeker in deze rare coronatijd, dat je elkaar minder ziet, maar dat je toch wel contact met haar houdt, met elkaar houdt door te bellen en het te overleggen. En ook te bespreken, wat vindt u er nou van, hè? Dat het deze tijd en dat u misschien uw naaste niet kan zien of zo minder vaak dan dat u zou willen. Hoe kunnen we u helpen? Hoe kunnen we elkaar helpen? Echt in gesprek blijven is het belangrijkste en dat begint eigenlijk bij nieuwsgierigheid. Ja. Dit was de presentatie. En het is denk ik nu tijd voor de vragen. Nou heb ik stiekem al één vraag voorbij zien komen. Maar misschien moet ik meer. Oké, niveau 1. Dus die fases van verandering heb je. Is het goed dat ik alvast één vraag beantwoord, Milenne? Ja, tuurlijk. Als Hanneke het wil, mag ze ook zelf met beeld en geluid binnenkomen. Als ze dat fijn vindt, dan kan ze de vraag zelf stellen. En als er dan nog wedervragen zijn, daar komt ze. Klein ogenblikje, Hanneke. Het duurt even voordat het systeem je toelaat. Als het niet lukt om toe te treden met beeld en geluid, Hanneke, dan kan dat te maken hebben met de instellingen. Ah, daar kom je. Ja, daar ben je. Ja. Heb ik ook Hallo, Hanneke. Ja, zeker. Nou, dankjewel voor je presentatie allereerst. Dankjewel. Ja, ik stel al vrij vroeg mijn vraag, want ik heb het al getriggerd inderdaad door die eerste drie stappen die je liet zien over fases van verandering inderdaad. En later heb je wat toegelicht over de inhoud. Hè. Die eerste stap is leer je bewoner beter kennen. Maar ik kan me voorstellen bij de gemiddelde medewerker dat er ook een stukje bewustzijn nodig is. En ik denk ook de nut en de noodzaak ervan inzien belangrijk is. Dus ik vroeg me af, heb je daar iets extra's in gedaan om de medewerkers daarin mee te nemen of enthousiast te maken? Of dat zij met jou op die training zijn gegaan? Nou ja, ik was samen met projectleider Eva van Zelm, in haar project hebben we dit gedaan. En het helpt enorm als je bijvoorbeeld een gezamenlijke visie met elkaar vormt. Goh, hoe staan we erin? Hoe bijvoorbeeld over die bewoner leren kennen? Ja, hoe denk je erover? Wat zou eigenlijk onze visie daarover zijn? En als je die met elkaar vormt en ook zeg maar erover hebt van wat leeft dit nou op voor de bewoner? Dus intrinsieke motivatie. En een visie waarnaar je toe werkt, of een stip op de horizon over de toekomst, hè, dan zie je echt dat je dan anders kan gaan denken. Ja, en sommige mensen hebben dat van nature al, die hebben een heel persoonsgerichte instelling. Dus maar inderdaad een visie, die stip op de horizon en telkens ook vragen stellen aan elkaar van, goh, waarom doen we dit nou eigenlijk? En wat levert dit op voor de bewoner, voor de naaste of voor de medewerker? Dat zijn belangrijke vragen die je moet afvragen elke keer. Dan is het ook de manier waarop je dit dus hebt gedaan, het actieonderzoek. Denk je heeft dat er mede voor gezorgd dat het succes werd? In plaats van echt een gedegen onderzoek van tevoren helemaal vaststellen, een vast patroon? Nou, als we hadden gekozen voor een meer traditioneel onderzoek, dan hadden we het project denk ik in de weg gezeten. Dan moest alles gevormd worden naar het onderzoek en dat is niet passend bij de beweging. Dus uiteindelijk heeft het dus wel bijgedragen als kleine, elke keer wieltjes die weer nieuwe dingen aan het licht brachten en weer aan het denken zetten en tot reflectie en actie zorgden. Ja, dus het heeft wel... het is ook raar om voor jezelf te zeggen, maar wel, het onderzoek heeft wel versterkt elke keer. Door elke keer te denken, oké, wat heeft dit opgeleverd en nu, hoe gaan we hiermee verder? Ja, dus elke keer radertje zet het aan het werk, ja.
Dankjewel. Dankjewel. Ik weet niet of er nog andere vragen zijn, of dat andere mensen graag binnen willen komen met beeld en geluid. Want we hebben daar nu het moment voor om vragen te stellen aan Annemarie. Deze van Hanneke was al binnengekomen via de chat. Annemarie, misschien heb je het ook gezien, maar het verzoek was om de sheets nadien te mailen. Dus ik heb daar akkoord op gegeven. Dus dat zal vanavond komen. En iedereen die deelneemt, zullen de sheets die net gedeeld zijn ook nog even gedeeld worden via de e-mail. Ik zie op dit moment geen andere vragen binnenkomen. Ah, nou, Frank geeft aan dat het een hele heldere presentatie was en een mooi verhaal, Annemarie. Dus dat compliment is alvast binnen. Dankjewel. Ja, als er nog mensen zijn die een vraag willen stellen, kan je ook gewoon op share audio en video klikken. Dan kan ik je toelaten en dan kan je hem live stellen aan Annemarie. Ja, het was best wel lastig om 3 jaar onderzoek in een presentatie te doen. En ik denk aan de hand van verhalen, denk ik dat je best wel wat beeld krijgt. Dus, dat ik toch wat delen heb kunnen presenteren van het onderzoek en de belangrijkste punten eruit. Dus ja. Ja, en ik denk dat we vooral veel inspiratie weer kunnen brengen. Hè, zodat mensen daar in hun eigen organisatie weer verder mee kunnen gaan. Ja, nou, de complimentjes op de app zijn er, Annemarie. Dus volgens mij mag je hartstikke trots zijn. Ik kijk even naar de tijd. Als er geen vragen meer zijn, dan wil ik jou, Annemarie, ontzettend bedanken voor je inspirerende verhaal. Een mooi onderzoek zie ik, helemaal eens, Caroline. Wil ik jullie als sessiebegeleiders of sessiedeelnemers nog even attenderen dat wij vanavond onze allereerste RVV Late Night Show hebben. Die is te volgen via de website van onze online inspiratieweek. Via de livestream. Hij start om 8:30 tot 9:15. Daarin kijken we terug op de mooie sessies van vandaag. Maar kijken we ook naar voren en hebben we mooie gesprekken met elkaar. Ik zie via de chat allerlei bedankjes binnenkomen, Annemarie. Volgens mij was het een enorm geslaagde sessie. Ik wil alle deelnemers bedanken voor het kijken. Weet dat aanstaande vrijdag eind van de dag in jullie mailbox nog een evaluatie binnenkomt. Die betreft deze sessie, maar ook eventuele andere sessies als je daar nog aan deel wil nemen. Daarover gesproken, wil je last minute nog deelnemen aan een mooie sessie? Kijk even op de website, want we hebben nog een aantal sessies met plekken over. Daarnaast is het ook nog mogelijk om elke middag tussen 12 en 1 met andere radicale vernieuwers tijdens je lunch 1-op-1 gesprek aan te gaan. Ik wil jou, Annemarie, nogmaals danken. Volgens mij hebben we een hele mooie presentatie gehad. En ik hoop jullie als deelnemers in een andere online sessie wederom weer te mogen ontmoeten. Bedankt. Dankjewel allemaal. Ik vond het erg leuk om het verhaal te doen. En ook voor al jullie belangen en voor leuke opmerkingen. En ik vond het erg leuk om te doen. Mocht er nog vragen zijn, dan kan je me nog via LinkedIn contacten. En dan kan ik die nog beantwoorden. Super. Dank voor dit slotwoord, Annemarie. Door middel van de grote rode knop Leave is het mogelijk om deze sessie te verlaten. En dan zien wij jullie hopelijk nog terug bij een andere sessie. Tot ziens!